Wanneer een leerling het lokaal binnenloopt en vraagt of het voor een cijfer is, geef ik nog braaf antwoord. Wanneer een collega vraagt of het ietsje zachter mag, zet ik het braaf weer wat zachter. Wanneer voor de zoveelste keer alle kabels weer volledig in de knoop zitten, ruim ik weer braaf alles op. En wanneer iemand aan me vraagt, weet je ook nog hoe lang de les nog duurt, zeg ik braaf, nog even geduld. Maar op vrijdagmiddag 15 juli, stipt om 1700 uur, dan zeg ik tegen jullie allemaal, ik ben op vakantie. Het gaat zo lekker zonder jou, zonder herrie aan mijn kop. Zonder kabels in de knoop, geen gezeur, niks nog. Want ik ben wel weer toe aan zon, zee en strand. In deze 6 weken is er niks aan de hand. In een warm land heb ik geen trammeland. Al mijn werkstress schrijf ik woep aan de kant. Al die leerlingen zie ik pas weer in september. Deze zomer wordt alleen tot november. Jongens, gaan jullie ze echt niet een heel klein beetje missen? Oh ja, ja misschien wel. Ja, het is ook wel chill of zo met ze soms. Ja, er zijn leuke best leerlingen. Wel aardig hoor. Ja, maar hey guys. Nee! Ik ben op vakantie. Of zelfs naar Spanje. Vakantie.